Wat u nu ziet is de boot van de reddingsbrigade Blaricum. Die zijn gealarmeerd via de haven die de brand op de boot moeten gaan blussen. En die boot komt aanstonds bij het ongeval met de brandweermensen aan boord. De brandweer gaat bestrijden. Eerst moet het vaartuig veilig zijn, zodat ze over aanbeschermingslaboratuur. We kunnen dus wat dichter bij die incident komen. De brandweer betreedt nu het vaartuig. Ze kunnen nog steeds blijven zitten. De andere personen gaan nu de boot doorzoeken. Kijken of er nog meer personen aanwezig zijn. Ziet er is behoorlijke rookvorming. Het zicht sterk belemmerd. Maar de boot begint nu aardig onder controle te komen, zodat de reddingsbrigade van Blaricum de andere schuit kan gaan betreden. De persoon die op het achterdek buiten bewustzijn ligt, in veiligheid te gaan brengen. Ja, u ziet inderdaad dat de reddingsbrigade.